Goedemiddag dames en heren en ook burgemeester Galema. U viert hier vanmiddag met z'n allen een feestje. En daar is zeker aanleiding voor, want u heeft in Parkheim iets bijzonders tot stand gebracht. Als eerste ROC in Nederland start u met een gildeopleiding verzorgende individuele gezondheidszorg niveau 3. En dat doet u samen met de SBB en de gemeente Stadskanaal. Om een duidelijk idee te krijgen wie u bent en hoe u hier samenwerkt, heb ik uw nieuwsbrief goed doorgenomen. Zoals het interview met Lieneke Laurens, leidinggevende op Parkheim. Zij vertelt hoe fijn het voor de bewoners is dat de gildestudenten hier hun opleiding volgen. Dat de bewoners nu meer dan ooit naar buiten gaan. Een boodschapje kunnen doen of even een visje eten op de markt. En ze vertelt dat de studenten een andere dynamiek in huis brengen met nieuwe zienswijzen. En ook las ik hoe studenten zoals Linda en Celine en Brenda het hier zelf in de praktijk ervaren. Linda vertelt dat ze door hier te werken de theorie beter begrijpt, want ze heeft daar nu altijd een bewoner bij in gedachten. Studenten leren zo in de opleiding en de praktijk dat een hechte band met bewoners belangrijk is. Want de relatie tussen de bewoner en de verzorging is dé basis voor goede zorg. Alle betrokkenen mogen trots zijn op de realisatie van Parkheim Gilde. Want u heeft er samen voor gezorgd dat de studenten hier belangrijke praktijkervaring kunnen opdoen. En het zou mooi zijn als Parkheim als voorbeeld dient voor meer van dit soort initiatieven in ons land. Maar voor nu een hele goede en gezellige middag samen.